C'est Fouik. Eighteen. De Jong de nuevo, un hombre del Ajax en el piso. El árbitro que detiene las acciones. Parece que es más Fouik. Interessant om te zien. Ja, tot de 71ste minuut. En de bal was aan de rechterkant. En aan de linkerkant viel Moei niet uit. En die meneer wedstrijd uiteraard, Appie en zijn familie heel veel sterkte met het herstel. En uiteraard volgen wij het nauwkeurig. En proberen het op een goede manier, hopelijk op een zo goed mogelijk afloop voor hem en zijn familie en alle supporters uiteraard. Ajax-voetballer Abdelhak Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade opgelopen na zijn hartritmestoornissen afgelopen zaterdag tijdens het oefenduel in Oostenrijk. De club heeft te horen gekregen dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert en dat er geen kans is op herstel. De laatste tijd slaap ik heel moeilijk omdat ik zo graag mijn droom wil laten waarmaken, is om voor Ajax 1 te kunnen spelen. De eerste keer wil je heel graag, weet je. Ik zit elke wedstrijd thuis, uitwedstrijd ook op de tribune. Dus dan zit je ook met spanning zelfs vanuit de tribune van ja, hier wil ik heel graag spelen. En dat heb ik al, ik zit nu al 11 jaar op de club, 11, 12 jaar. En dat is altijd een droom voor mij geweest, dus moet je beseffen hoe dat in mijn kopje gaat. Nouri neemt, hard, zo, wat een trap. Hij zit niet. Element van kop en dan is er wat ruimte. Nouri kan schieten en schiet heel fraai raak. Ajax op slag van rust op een 1-0. En de kleine Nouri mag het doen en hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij. Hij vroeg al, mag ik hem nemen?